We zijn onderweg naar de Vreemde Eend. Nou, we kunnen al zien wie hier de Vreemde Eend is natuurlijk. Dank u. En we maken bij de Vreemde Eend een tv-programma met iedereen een mooie Gerrit Joling. En daar heb ik al zin in, want het wordt echt super. Sander Buys, terwijl Sander Buys is erbij. En hij zijn scherp als een knife. Nog een leuk verhaal? Nee. Nee? Ja, je haar is... Ja, je baardhaar is net zo lang als je... Ja. Kijk, je baardhaar is net zo lang als je... Als je ja, ik moet het even helemaal... Hoe vind je mijn zon meer? Ja, een beetje groot. Ja? Ja. Mijn hoofd wordt steeds kleiner. Ja, dat is het ook natuurlijk. Die valt af. Ik hou hem af. Ja, dat is toch geen mooi ding. We zijn in Aalsmeer nu voor een Vreemde Eend. Het is de oude studio vroeger van de Ende. Hoi, goedemorgen. Middag. Shit. Middag. Ik zit nog een beetje in de ochtendsfeer. De Shelby City, dit is eigenlijk de plek waar ik vroeger begonnen ben. Daar heb ik bij de bouw... Had ik een eigen karaoke-café waar ik elke avond op moest treden. Dat was heel erg leuk trouwens. Laten we eerlijk zijn, was echt superleuk. Nee, kijk, hier is dat. Showbiz City. Waar zit hij? Waar zit hij? In Showbiz City. Kijk, al die foto's nog van de muren zien. Hier, kijk even. Oh, Jos Brink, hè? Pizza, la 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 la. Zie die Pielstel met Hans van der Tocht? Jezus, Hans van der Tocht. Dat is oud geworden. Hey, Deli Munn, kijk even. Piet van der Vorst. Nee, dat mag geen Peter van der Vorst. Huh? Wie is dat nou? Wie is dit nou? Heb ik iemand gemist? Wie is dit? Strijk, kom eens, Sam. Let op, Sam weet ook nooit wie het is. Peter van der Vorst. Weet dat die Peter van der Vorst is? Wie is dit? Dit? Ja. Peter van der Vorst. Peter van der Vorst. Zie je? Peter van der Vorst. Ja! Ja, is dus niet te aan het einde. Hier, voor je verjaardag. Nee. Richard! Stem. Hè. Alsjeblieft. Oh, wat dank je wel. Wat ontzettend aardig, Jeroen. Wij zitten natuurlijk wel in een briljant programma. Het heet Vreemde Eend. En ik moet je zeggen, ik heb het programma teruggezien. Ik vind het ongelooflijk leuk. Ik ook, ja. Lekker. Ik heb feest gelachen, heel relaxed. En het is heerlijk om te doen. Het is weer eens even wat anders als hysterische lichten en geluiden en gekkigheid. Maar dat is gezellig. Ik vroeg me af, heb jij een nieuwe bril? Nee, ik heb 6 brillen of 7 brillen. Ik was kwijt en ik heb dat leven ver af. Dus ik gebruik af als ik de kandidaat in de fantasy sta. Nee, je hebt nu al een eentje. Nee, dat kan niet. Jij hebt eerst eentje. Dan eentje. Hé jongens, gaat iets rustiger hier. We zijn even bezig. We zijn tekst aan het doornemen. We zijn met het tv-programma bezig. Ik ben live, moet je zeggen. Hier, ben jij live? Hé, Freddy. Ja. Freddy, wie is die leuke jongen die naast staat? Die dikke knappe jongen. Dit is Sander. Wie die was? Is het Sander Buys of niet van vroeger? Sander Buys van vroeger. God, ik heb een tijd dat hij veel te staan is, Sander. Laat je niet gek maken door die gasten. Ja, maar Jeroen. Hé, luister, als je een aan alle kanten. Leuk, Jeroen. Weet je wat ik... Kijk, als ik in beeld ben, dan is het wel omhoog. Nou, luister nou. Ja. Luister even. Hij is aan het eten. Ja. Salm. Vervolgens... Salm. Eet hij een hele bak. En eet hij eens een stuk appeltaart met slagroom. Slagroom, ja. Vervolgens, 1 minuut later, zie ik wel een zak chips. Bolognese. En nu heeft hij nu net een gevulde koek in zijn mee. Wat is het punt? Nou, mijn punt is... Mijn punt is het volgende. Zij heeft mij ook even appeltaart met slagroom gemaakt. Heerlijk. Wat loop je dan toch met je... Kijk, we mogen even zien jouw beeld. Jawel hoor. Ik neem mij gewoon op om te laten zien dat ik mensen hoe gek je op jezelf bent. En ik neem jou op, omdat jij hem laat zien hoe gek... Kijk, dit is doen we in ons hele leven. Terugfilmen. Dit is toch te vreselijk, dit? Kijk. Wat zit jij nou te doen daar? Hier, dit is de opa. Ik zit gewoon even naar die dichte kit te kijken hier. En wat zie je dan? Ja, ik zit gewoon, ziet jullie wel heel ongelooflijk achterlijk doen. Maar ja, ik vind het enig, kan mij niet gek genoeg. Een soort sandwich, dat wij jou hier nu... Nou, maakt mij niet uit, ik heb liever... Wat zei je? Ik weet wat je wil zeggen. Pakkoe. Nee, doe maar niet. Ik heb liever pakkoe. Ja! Doe ze een drooi, Rejoice.
Nou, dan komt hij om. Moet je nou weer? Nou, één keer is laatste keer zeg ben jij. Een soort circus zeg. Okay. Dat is een heel mooi cameraatje, dit heb ik al. Dit is heel erg leuk. Een leuk kunstje wat jij vlog, doet met vlog. Die mensen. Ja, ik doe heel leuk kunstje met die mensen. Ja, het is superleuk. Ja hoor, we zijn binnen. Kijk, ik heb een sabel. En dit is er, hè? Dit is de man himself. Wat u bent? Wat heb je toch? Ik ben commandeur Sabreur. Summandeur Beheur. Kom je drie minuutjes binnen? Commandeur Sabreur. En wacht even, hou die flesje aan nu. Duim in de ziel. Dat lukt voilà. Wel. De duim in de ziel. Dus onthoud even allemaal. Duim in de vanaf ziel. Nu, duim in de ziel. En ja? Dan leg je aan. Ja. Ik kijk voor zo. Uw hals, hè, dat ik nu straks u opensteek. Zo. Nee, maar ik kan tegen een stootje. Ja? Ik ben er klaar voor. Als ik eerder binnenkom, dan schiet ik hem zo af. Paats. Ja, ja. Geert, het feest is compleet hier, hoor. Wat is hier? Kijk, hier liggen vissen. Waar die vlag legt. Dat die blad weg en ik ga dat af. Oké. Okay. Is het een beetje knappe champagne? Of liggen we morgen allebei met hoofdpijn tot half elf? Nee, dit is een toppetje. Ja, ja. Top. Oké, okay, zonde. Jongens, kijk, nu staat de levensgevaarlijk. Haag al even op niks aan de hand. Tel even af, dan gaan we met z'n tweeën. Ja? Oh God, ik vind 3. Eén, twee, niet te hard slaan, doorslaan en druk erop houden. 1, 2, hard slaan. Bier is in de zon! Bier is in de zon! Dit is geen champagne, niet zo even doen. De barrière. Maar ik wil kunnen. Wat een hulp van de glazen? Maar, nee. En doe ik ook even een majorette ding heb gedaan. Ja, oh, sorry. Dit moet toch even afmaken worden. Maar we zijn helemaal trots. Ja, in één keer. Hé, hey, toppie. Ja. Waarde de Sabreurs. U heeft zojuist de deuren geopend van onze confrérie. Okay. U heeft met een nobel gebaar de kurk geslagen die de kostelijke champagne gevangen had. En in naam van Noé, vader van de Weijgaard en Sint Vincent, beschermheer van de wijnboeren, weet ik inmiddels Sabreurs. In de orde van conferentie, u samen. Heren, van harte gefeliciteerd. Ik dank u beleving. Het was een toppertje. Ja, wij zijn ook heel blij met u. Geweldig. Hartelijk dank. Toen is de hoort de toast op uit. Ja,